Lina, is ze bij je? Is ze bij de buiten? Kom, kom. Sita. Ja. 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 Joël. Hi, Lonnie. Welkom bij de vlog. Hopelijk voelen jullie super goed. Hopelijk heb je een positieve mindset. En hopelijk heb je vandaag een superleuke dag achter de rug. Vandaag is het een fantastisch mooie dag. En oh mijn god, dat geeft me altijd zo'n fantastisch leuk gevoel. Als de zon schijnt. Net alsof ik gewoon in een ander land ben of zo. Ik weet niet of jullie dat ook hebben. Hè? Dan moet ik zo in de camera gaan kijken omdat de zon gewoon zo scherp is. Goed, leuk dat jullie kijken. Mochten jullie de volgende... Mochten jullie de vlog van gisteren gemist hebben, gisteren was ik naar Jo en Niels geweest met Roland om daar een paar leuke dingen te regelen. Vandaag is het weer een nieuwe dag en ik dacht, jongens, wat nou als ik gewoon even steeds de vlogcamera boven haal en gewoon een vlog van jullie maak. Ook voor mezelf, ook voor jullie, leek me een 2-in-1-win situatie, toch? Today I'm walking with the dogs. That's one of my dogs, Sita. And that's one of my dogs, Luna. Mochten jullie me niet verstaan hebben, ik zei dat dat mijn eerste hond was. Nou, eigenlijk is Luna onze eerste hond, dus dat is onze eerste hond, de grootste en de oudste, Luna. En dat is onze jongste en de tweede, Sita. Aangenaam. Kijk even naar dit prachtige landschap in Overpelt City. Hier laat ik meestal de honden uit, tenminste als ik ooit de honden doe. Even de camera draaien. Oh, hallo. Tenminste, als ik ooit de honden doe, want soms heb ik wel eens het gevoel van... Ik heb eigenlijk helemaal geen zin om die honden te doen, weet je. Fuck, maar als het dan mooi weer is, dan denk ik van... Ja, man. Ja, maar ik heb zin om de honden te doen. En oh mijn god, het gebeurt er. Het gebeurt er. Hey. YouTube vloggers be like this. Even een halsbandje rond de boom doen, zodat ik even rustig kan praten en de honden gewoon hun ding kunnen doen. En dat is dus de reden ook dat ik doe. Ik ga even bij zitten, jongens. Ik wil met jullie over bepaalde dingen wat hebben... Ik dacht ook van waarom zou ik geen meer vlogs maken. Ik bedoel, jullie vinden het leuk, ik vind het leuk. En aan het einde van de dag, aan het einde van de day. Ik ben echt zo'n mannetje dat ook echt veel Engelse woorden gebruikt. En dat ik dan denk van, wow, ben ik dan Nederlands of Engels? Ik heb eigenlijk helemaal geen upload schema. Dus voor jullie is het misschien ook best verwarrend. Hoe laat komt nou een vlog online alweer? En hoe doe je dat? Hoe zie jij dat? Altijd als ik een vlog upload of ik een vlog maak, load ik die up om 3:30. Dus mocht jij net van school komen, of mocht je van je werk terugkomen, of mocht je weet ik van wat van terugkomen, dan weet je, als ik een vlog zou uploaden, dat die altijd om 3:30 komt. En ik vind dat altijd handig. Mensen komen van school, zetten een boekentas neer, doen geen huiswerk, kijken graag mijn vlogs. Tenminste, zo hoop ik dat het gaat. En dan denk ik ook van, ja, dat is een goede manier. Mensen kunnen dan gelijk doen met de video wat ze willen. Of je kijkt hem s'avonds in bed. Maakt niet uit wat je ermee doet. Maar ik kon er zeg maar een bepaalde ritueel van maken. Dat mensen echt weten van, kijk, Alwin doet om 3:30 uploaden. Dat soort dingen. Dus dat wou ik ook tegen jullie even zeggen. Man, ik ben zo hard van het weer aan het genieten. Echt niet normaal. Oh. Ik kan dit uren blijven doen, jongens. Uren, uren, uren. Ook iets dat jullie moeten blijven weten van mezelf, jongens, is dat ik altijd, maar ook altijd, jullie zal motiveren om positief te zijn, jongens. Blijf positief. Hoe moeilijk je situatie ook is en hoe diep je ook zit met een bepaald probleem of een bepaald iets, probeer positief te doen. Geloof me, jongens, geloof me. Als jullie mij echt kennen, dan weten jullie dat ik een positief persoon ben. En maakt niet uit hoe ik het zie, ik probeer altijd van iets... Iets positief te maken. En dat is wat ik probeer uit te stralen in mijn vlogs. Dat is dat ik wil laten zien aan jullie toe. Het is gewoon, oké, soms is het even moeilijk, hè, natuurlijk, om positief te zijn. Maar je moet nu al proberen van iets kleins negatief, iets kleins positief te maken. En dat moet je steeds opnieuw blijven doen en denken van, dat lukt mij ook, Alwin. Daarom ben ik, Alwin Maas, de YouTube-vlog. Dit kleine hondje zorgt voor zoveel, hey, kom eens hier, zoveel kabaal hier zo, hè. Oh. Soms voel ik me echt wel een vader van 2 kids, hoor, maar dan van 2 meiden. Tegen niemand zeggen, jongens. Ja, Luna, ik kan het niet tegen jou, schat, kom maar. Kijk, Sita is bang. Oh, Sita. Dog versus horse fight. 10 euro voor de paarden, 10 euro voor de honden. Wie zal het gevecht winnen? Ik weet het niet, maar Luna... Oh, Sita. Oh, hallo.
Ziet dat gaat ervoor. De paarden denken ook wel, wat gebeurt er hier? Echt jongens, van de meeste honden die ik ken, spoort dit hondje gewoon echt niet in haar hersenen hoor. Echt niet normaal. Kijk, Luna is nog de normaalste van de twee. Zita is echt gewoon de almin van de groep. Zita is echt de almin van de groep. Echt, de gast die in spoort. Oh ja, iets wat ik vergeten te vertellen ben. Gisteren rollen we met de auto hier komen driften. Oh, hallo. Hallo Luna. Hallo Luna. Ja, hè. Het is feest, het is feest. Maar wat ik dus zei, Roland is hier gisteren met de auto komen driften. Trouwens, ik weet niet of ik dit ooit verteld heb, jongens. Maar dat is echt een enorm grote droom van mij. En dat is om dit ongeveer, dit hier allemaal, wat jullie achter mij zien. Dit ongeveer allemaal om landschap te hebben. Dat het van mij is, dat het mijn eigendom is. Ik zou daar zulke zieke ideeën mee doen. Bijvoorbeeld quad rijden of een berg maken, weet je wel, zulke dingen, of gewoon loopings maken. Echt, ik spoor ook gewoon niet in dat soort dingen, maar dat is dus echt een grote droom van mij, om heel veel landschap te hebben en om ziek veel leuke dingen te doen. Dus hebben jullie een klein beetje hulp en een vriend laten abonneren? Misschien kan het dan wel. Oh, gelukkig is YouTube een passie voor mij, jongens. Dus het blijft ook gewoon super leuk om te doen. Net als ik dan niet aan het filmen ben, dan gebeurt er zulke dingen. Jesse, een vriendin van ons, is net naar ons toegekomen. En ik kwam maar dus zeg maar binnenlaten. Hè, want denk je dat Zita doet? Die kruipt onder het hek en loopt zo helemaal daar. Helemaal daar, gewoon helemaal door. En ik zo, Zita, kom eens even hier. Maar ze gaat gewoon steeds verder. En ik dacht ook van op een gegeven moment, kom eens even terug, hond. Maar goed, hey, jongens, wat denken jullie van deze auto? Yeah! Zie je het goed, jongens? Ik zit in een nieuwe auto. En dan zou je zeggen, hey, van is die auto? En dan denken ze van, hey, is dat die alweer weer? Zat die graag vloggen? Maar ik heb dus een nieuwe auto gekocht voor mijn moeder. eigenlijk nog niet waar. Dit is Jesse, jongens. Ik heb Jesse helemaal nog niet voorbesteld. Hallo! Oh nee. Je beauty dat je bent. Vandaag gaan we iets leuks doen. Jesse appte mij vandaag WhatsApp en ze zei van, hey ouwe, wat nou als we Roland even gaan verschrikken in de sportdirect? En ik dacht, of ja, verschrikken, dat zei ze helemaal niet, maar dat maak ik er nou van. Maar dat gaan we dus doen. Hoe kan je nog zitten? Zit goed. Oh, hier zit je knie. Ja, alleen kijk, dit is irritant. Ja, maar dat kun je omhoog doen, maar dat doe ik altijd omlaag, want dat ziet er anders niet uit. Mocht je nou ook een meisje zijn en denken van, hey, wat is nou een leuke meidenauto? Jongens, ik zou een Fiat 500 aanraden. Tum, 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 tum. Ja, je hebt alles. Het leuke was, heeft Jess net verteld, hiermee doe je de ramen open. Hey. Ja, je moet het maar kunnen, hè? Ik was de eerste keer. Nou, kijk wat rood doen, jongens. We zijn beland in Lommel. We hebben al die gewerkt. Hey, ik denk dat de meeste mensen als sporten kennen. Maar goed, deze. Of kom van die hier. Jesse, koop deze. We did it. Van die hey, voordat ik iets vertel, het was haar idee. Waarom heb je mij twee? Ik zei het. Hij Jesse. Zei het. Jesse is een bok. Hey, Sergio is het ook. 100%. Zou me net te goed worden. Hey, nee! Kijk, als ik in camera ben, dan is iedereen, oh. Maar check, kan je die mensen verder helpen, want ik heb pauze. Jesse is een bokku, 1000%. Waarom bokku betekent een mooie meid? Waarom doe je mijn kleren? Sorry. Ik zei het. Oh, dat werkt echt zo raar, hè. Wat zei je? Ik kan altijd niets aanpassen. Meneer, mag ik u hulp? Sup, man? Ik heb pijn in mijn ogen. Moest werken, wij komen gewoon ten tussentijd gewoon even kijken. Ik zag Jesse en toen schrok ik, want snap je, je ziet nog maar altijd strangers en dan zie ik hem bekende. Ja. Dus ja, het was leuk, man. Mag ik zien werken, wij hebben z'n drieën hier, jongens. Dus nooit is het gebeurd dat wij met z'n drieën hier moesten werken. Ik vond geen broek. Ach, jongen, toch. Nee, dat is echt zo. Dat is echt zo. Maar goed. Maar vertel verder, wat zei je? Ik zei, tegen de vlog ook, dat het nog nooit gebeurd is als wij met z'n drieën hier moeten werken. Stijds toen ik, weet je, het is niet omdat ik YouTube video's maak dat mensen dan denken van, oh, hij heeft niet geld ermee en hij gaat echt heel veel daarmee doen. Maar tussentijd dat ik geen video's maak op YouTube, is het ook zo dat ik ook moet werken. En dat doe ik hier. Soms heb ik hier wel gewerkt. Ik werk af en toe ook nog eens een keer. En de tijd dat ik hier niet werk, met Roland hier bijvoorbeeld dan of Aaron. En ja, weet je, sommige mensen die krijgen dan het gevoel van, oh, hij is YouTube, hij wil niet meer werken. Maar bij ons is het zeg maar nog niet het geval, weet je. We zetten het in een soort van daartussen, halftijds, halftijds niet.
En zodra wij eenmaal wel met YouTube echt heel veel geld verdienen, heel veel geld mee beginnen te verdienen, denk ik ook van ja, weet je, het is leuk omdat je je passie gevolgd hebt en daarmee ga je dan geld verdienen. Maar het is niet dat wij het voor het geld doen, want dat meeste mensen denken, oh hij is YouTube. Ik zit er gewoon even serieus van te vertellen. Elke keer zeg je dat. Elke keer als ik jou wil filmen, zeg je dat. Ja, oké, dat snap ik wel. Maar om even het verhaal af te maken. Het is gewoon een passie die wij doen. En kijk, ik zei net ook al tegen jullie, wij moeten hier ook natuurlijk nog werken. Ik weet niet, is het, mag dit officieel wel? Nee, dat kan echt. Ik werk hier eigenlijk nu niet, dus ik weet niet of ik nu hier mag zijn hier. Maar zo ziet het dus, zo ziet het stok eruit van de schoenenwinkel, jongens. En dan ga je dus die schoen zoeken. Zeg maar op code. Dit is zo fucking dom dat ik dit doe. Dit mag volgens mij helemaal niet. Maar ik ga hier weg. Maar vertel, hoezo komen jullie... Jesse had die... Kijk, Jesse, ja, die wou schoenen hebben. Ja. En ze zei van, wat als ze naar Roland gaan? Dus zij appte mij. Maar was ze eerst dat bij jullie of? Nee. Dus wij zijn onze kreden. Dus jullie zijn met die Fiat? Ja. Hoor even mee. Heb je Jesse binnengelaten wild? Tuurlijk. En Trude was er zelfs nog. Trude dacht ook van wie is die meid? Ik denk dat mensen die ook gaan denken in de vlog van wie is dat eigenlijk? Nu ga ik even expres niks zeggen. Dat jullie denken van is dat alweer zijn vriendin? Kan jullie mijn accent hebben? Nee, je wil gewoon auto. En dan net ineens zat ik voor jongens. En dan zit ik nu achter. Kijk, dan probeer je je hoofd helemaal naar boven doen, maar dat gaat dan helemaal niet, hè? Omdat je dan achterin zit. Maar goed, ik blijf het zeggen, ik vind het een heel leuke auto. Zeker voor meiden. Ook al ben je een jongen, kan je nog steeds een Fiat 500 kopen, hoor. Ik ben moeilijk. Oh, als wij die met twee hebben, is gewoon chilling, zo. Ja, man, waarom niet? Die motor loopt toch niet? What the fuck? Het lijkt net alsof jij nu een paard hebt. Die was toch... Het lijkt nu alsof je een paard hebt en dat je op een manege woont. Oh, deze twee mensen, hè. Ik kan gaan. Ja, nee, dat mag niet. Dat is af. Ja. Aaron, zit niet die auto te verneuken, hè? Wacht even. Neuk die auto niet. Aaron, want één keer rijden in dit Fiatje en dan één keer gaat hij niet meer aan. Oh. Ja, doe. Eerlijk, vind jij hem daarin passen? Voorzichtig, ja, want jij betaalt heel dingen, joh. Nee, ik vind je net een gast. Luister, ik vind je net een gast van een manege die net naar zijn paarden gaat. Ja, wacht, ik moet even met twee hors. Oh, hallo. Dit wordt te groot voor je auto, man. Dit kan echt niet meer. Dit kan echt niet meer, jongen. En nu zijn we die auto kwijt, Jess. Wat gebeurt hier? Echt niet, hè? Wat gebeurt hier ook? Kijk, we zijn die auto gewoon kwijt. Godverdomme. Nou. Hey, ik moet zeggen. Lekker, ik moet zeggen. Het is geen lelijke auto bij jou. Nee, ik vind hem jou wel staan. Alleen ik zat echt zo. Ik kom wacht. Gewoon tegen het dak aan. Nou, we laten hem naar Jess. Het is haar auto. We laten haar gewoon. Zo ik kan gewoon niet in. Ik voel me net op zo'n wereldreis. Dat wij overal ergens heen gaan. Ergens stoppen. Wat eten. Hè, weer verder gaan. Ja, als die dat hier hoger was, zat ik echt goed. Nou, maar voor heb je dat wel. Jongens, we zijn op een nieuwe bestemming aangekomen. Oh, en je zou denken... Dat kan niet. Je zou denken, oh, waar ga je toch allemaal heen op deze woensdag? Nou ja, dat komt omdat wij een beetje chillmodus aan hebben. Nou, nu zijn we op een leuke plek aangekomen. Wat ik eigenlijk altijd leuk vond om te vertellen, is dat wij vroeger daar zo... Ik wil even de camera draaien. Hier heb je Jesse, daar, op dat veld daar zo. Daar gingen we vroeger altijd voetballen. Zij denken voetbal, hè? Alweer zijn helemaal geen goalen. Maar toen ging we daar gewoon echt voetballen. En dan dacht ik ook van, hè? Hè? Hoe kan ik daar gaan voetballen? Maar ja, dat is toen geen goal, hè? Toen gingen we daar gewoon voor de voorbereiding gewoon filmen. Of wat zeg ik nou, filmen, voetballen. En dat zijn toch van die herinneringen die je dan toch altijd bewaart als je hier dan terugkomt. En dan zou je denken, Alweer, wat lul je nou eigenlijk? Wat zijn nou, wat lul je nou? Dat is een leek daar gewoon. Maar het is gewoon nu zeg maar een speeltuin. En we dachten van, weet je, het is leuk weer, hè? Is het leuk, even de kindjes uitlaten, alweer naar Aaron. Mij op filmen, dat is vet dus. Oh. Ja. Oh, die dingen zijn best leuk om hier te zijn. Dit doen wij dus in onze vrije tijd. Het is wel leuk, man. Alleen wil ik iets extremer. Ja, man. Wij zijn echt iets van extreem. Zullen we dat proberen, dat ding overkop te gaan? Veel dingen veranderen, jongens. Echt, ik kom op sommige plekken in Overveld en neer, en dan denk ik ook van... Hoeveel plekken veranderen er gewoon, omdat er mensen bijkomen en dat mensen overlijden? Niet overdrijven, hè? Nou, nu ga je echt hard, hoor. Ja, doe even een rondje maken. Ah! Oh, nee. Oh.
Nee, niet doen. Kijk. Stop. Ah, ik kan het. Stop, man. Dit lijkt me zo verschrikkelijk om te doen, hè. Worm. Bek, man. Oh, nee, jongens. Hou aan die touwen vast, hè. Oh, shit. Dit is zo eng. Oh. Nee. Oh. Maat. Kijk, nu bolt hij fucking lang uit. Nu wordt hij leuk, man. Oh, kijk. Dit is leuk, man. Ik kan er niet tegen wat bolt. Net alsof je drugstop hebt. Ik ben nog nooit zo tot rust gekomen in een speeltuin. Ah, wat is dit nou voor rustige drang? Ja, dat voel je wel. Zo, wat is het? Gaat helemaal niet snel. We gaan nu proberen wie van ons drie snelst naar boven kan. Hé, hey, ben benieuwd. 3, 2, 1. Nee, dat kan. Ah, dit kan echt niet. Dit is wel niet echt stevig, of lijkt het maar zelfs. Aaron, you're gonna lose, my friend. Dit is echt, ik durf er daar niet meer van af. Niet tot de top op je gek. Niet! Oh man, so hard. So hard, so hard. Zo moeilijk, jongens, als je een dieet volgt. Volg dan een dieet met de instelling van ik ga lekker gezond eten en dan kom je bij McDonald's saladetje eten. Ik neem gewoon een salade hoor. I didn't eat that, guys. Ik heb nu gewoon zat op dat jij cheat, hè? Ja goed, ik ook. Dus jongens, zo verschrikt dat niet heel veel voor. Soms heb ik echt van die dagen dat ik denk van. Oké, ik heb een dieet. En dan denk ik van. Weet je, wat boeit me dat dieet eigenlijk? Dus ja, dan eet je gewoon. Dan eet je gewoon eigenlijk gewoon steeds wat je wil. Nee! Wat? Ik wil niet weg. Jullie kunnen het wel raden, jongens. Het is het einde van de vlog. Eigenlijk zo snel overgeschrokken van nadenk. Je hebt zoveel dingen gedaan en achteraf denk je van... Oh ja, weet je nog dat we dat gedaan hebben? Of weet je nog toen we dit soort dingen aan het doen waren? En daarom is het echt een passie van mij geworden om echt vlogs te maken. Gewoon om gewoon überhaupt die camera te mogen aanzetten en tegen jullie te mogen praten is voor mij gewoon meer dan genoeg. Mij maakt het niet uit hoeveel mensen naar deze vlogs kijken. Echt, let dit niet. Ik maak het gewoon voor later dat ik dan terugkijk. Hoe was ik vroeger? Hoe is mijn leven geëvalueerd? Wat voor bullshit we hebben moeten doorstaan? Want geloof me jongens, hoe ik nu in mijn leven sta, heb ik echt alleen maar zelf voor moeten vechten met Ronald en Aaron en mijn moeder. Het leven is hard. Het leven is echt hard, jongens. Je moet dat door. Je moet dat door. Elke dag door. Je moet dat door pushen. Je moet zeg maar door deze muur. Laat negativiteit niet winnen van positiviteit. Je moet juist positiviteit laten winnen van negativiteit, jongens. Ook al doe ik iets minder leuk. Ook al doe ik iets leuker. Ook al ben ik hier thuis. Of ook al ben ik buiten. Of ook al ben ik met Ronald en Aaron. Jullie zullen altijd een duimpje omhoog doen. En dat is gewoon wat me blij maakt. Dat is gewoon echt wat mij blij maakt. En in ruil daarvoor maak ik jullie blij. Tenminste, dat hoop ik met mijn vlogs. En dat is wat ik even nog ga zeggen, jongens. Maar goed, laten we met positiviteit afsluiten, jongens. Vergeet hoe prachtig je bent. Jij bent een uniek persoon. Vergeet hoe prachtig je bent als persoon zijnde. En vergeet zeker niet deze lach die ik op mijn gezicht heb, op jouw gezicht te brengen. Ik wil dat jij deze lach... ik wil dat jij die lach ook op jouw gezicht. En dan hopelijk maakt deze vlog je dag goed. Dus ik spreek jullie heel snel weer. En peace out.